En we zijn vanmiddag blijkbaar bij de mooiste club van Drenthe, maar zeker bij een van de beste clubs van de provincie. Zwil dus nog altijd ongeslagen dit seizoen, maar als Erika wint, komt het op 2 punten dus van Zwil. En dat geldt ook voor Twedo, die de lachende derde vanmiddag kan zijn bij een overwinning van Erika. Want daar staat ook Twedo op 2 punten. Die ploeg komt vandaag niet in actie. Eerste kans in de wedstrijd is voor deze Pelle de Vries van Sportclub Erika. Aan de andere kant een klein kansje op het hobbelige veld van Zweel. Maar deze bal gaat voorlangs. Doeman Bram Gebbeke hoeft niet in actie te komen. Het blijft 0-0. Weinig hoogtepunten in die eerste helft. Ook dit schotje gaat er niet in. Wordt geblokt. Kan worden weggewerkt. Matige topper in de derde klasse D tot nu toe. De bal richting Pelle de Vries. Ja, bal blijft een beetje hangen en dan is deze bal niet goed. Ja, dit is dan een kansje in die eerste helft. Veel is het zoals gezegd niet. En het wordt ook wat grimmiger. Niet gefloten voor een overtreding. Spel mag doorgaan. En dan zie je Stijn Jansen inkomen vliegen. Dit is natuurlijk wel een overtreding en het wordt wat grimmiger. Duwt je hier, zet je daar. Maar we kunnen doorgaan. Ruststand 0-0. Teleurstellend. En ook de tweede helft wordt het voor ons nog niet veel beter. Kijk maar, dit is een inworp. Ja, zomaar inleveren. Ziet ook de man daar in het roze shirtje erachter. Daar is die Ruud Jalving, trainer van ACV. Die over het algemeen wat beter voetbal is gewend. Maar Zwel is in de tweede helft wel de bovenliggende partij. Dit is een kopballetje van Jorrit Reuvers. En langzaam maar zeker komt de ploeg van Marnix Bakker wat dichter bij het doel van Erika. Aan de andere kant ja, is dit het schotje van Jori Ebbingen. Geen probleem natuurlijk voor doelman Lars Sikken. Geen overtreding, het spel mag doorgaan. Maar matig uitverdedigen. Dit is Roy Lid. De bal richting invaller Jasper Hendrikman. En dit scheelt maar weinig. Kansje voor Erika. Maar nog steeds geen treffers. Dus 0-0. Krijgt dit duel een winnaar? Dat is de vraag. Tja, bij een gelijkspel is eigenlijk Zweel spekkoper. Dan wordt de voorsprong op 2 of 3 punten en blijft Erika natuurlijk op 5. Dit is een goede actie. Bal gegeven richting Wouter van der Veen. En dit schot had een beter lot verdiend. Maar weer geen treffer. Slotfase van de wedstrijd. Ebbingen. Met wat ruimte. Ebbingen. Geeft de bal op Pelle de Vries. Pelle de Vries. 1-0. Maar vlag omhoog. Fluitje klinkt. Erika boos. De treffer wordt geannuleerd. Nou, nog eens kijken. Is dit buitenspel? Lastig te zien. Lijkt er wel op. Zou zomaar kunnen. Treffer gaat niet door. Het blijft 0-0. Dan even later. Weer de Vries. Dit keer uit een vrije trap. En hoe? Erika leidt. 0-1. Pelle de Vries lijkt dit duel te beslissen. Scoorde dit seizoen al eerder uit de vrije trap tegen SVV 04. En deze bal ja, gaat heerlijk binnen. Doelman Sikke, kansloos, kan er niet bij. En dus lijkt de eerste nederlaag van Zweel in de maak. Blessuretijd. Het is Sikke mee naar voren, legt de bal terug. En Gebbeke moet redding brengen, maar nog steeds de kans. De bal wil er niet in. Zweel leidt de eerste nederlaag van het seizoen. En Erika doet weer volop mee in de strijd om de titel. Verschil van 5 punten naar 2 punten gebracht. Nog 2 wedstrijden te gaan, dus het wordt spannend in de competitie. Nog 2 te gaan, hè? 2 te gaan, ja. Wat spannend. Wat spannend. 21 mei weten we het. Even een kleine prognose. Wie wordt er kampioen? Erika, tuurlijk. Dus met 2 wedstrijden te gaan, ja, is de spanning eigenlijk volledig terug. Dus ja, je hebt 3 ploegen die gaan strijden voor het kampioenschap. En ja, we beloven 2 mooie laatste speelrondes te worden, denk ik. Pelle was een stellig. Die zei, Erika wordt kampioen. Daar ga je niet mee akkoord, denk ik. Hè? Nee, daar ga ik niet mee akkoord. Nee, wij gaan zelf ook voor het kampioenschap. En ja, ik verwacht 2e ook. Dus nee, dat wordt een hele mooie strijd, denk ik. Het blijft ongekend spannend in de zondag 3e klasse D. Zweel staat nog wel op pole position, maar de voorsprong op Erika en 2e bedraagt slechts 2 punten.
Gasselt en Nijveen pakte vanmiddag de laatste strohalm door met 2-1 van Titan te winnen en draagt de laatste plaats over aan Nieuwbuinen.